Kijk, de techniek staat voor niks. En dat betekent dat we nu live zijn met Jasper Iberma. Man, goed dat je er bent. Ik ben Iwan van Valk. Zometeen het slager ook, maar momenteel is het hier even heel erg met het. Maar je natuurlijk al naast mij van die tussen 2006 en 2015 88 Grand Prix reed. Tenminste, als ik goed geteld heb. Zeg maar 5,5 jaar fulltime in de GP's reed. En tegenwoordig vooral druk is als Gladiator. Ice Gladiator is dat wel om precies te zijn. En daar de meest waanzinnige avonturen beleeft. Goedenavond Jasper, waar zit je momenteel? Ja, goedenavond. Gewoon thuis in Hoogalen, Nederland. Al heel lang niet zo lang Hoogalen, thuis geweest. U weet wel. Dus voor mij is het ook wennen. Ja, oké. Okay. Gewoon bij je ouders zit je dan. Ja, ik zit gewoon gezellig aan de keukentafel. Okay, is het anders als alleen maar op reis zijn? En, als ik kijk naar de afgelopen half jaar, dan was ik 4 dagen in Nederland. En de afgelopen paar weken ben ik alleen nog maar in Nederland. Dus het is wel even wennen. Ja, want helaas, de twee laatste ronden van jouw seizoen gingen niet door. Maar daarvoor, misschien moet je even vertellen, want ik denk dat niet eens iedereen weet vanuit de oude, de good old days, waar je nu zo druk mee bezig bent. Ja, dat klopt. Ik heb een hele switch gemaakt. Ik ben van het asfalt naar het ijs gegaan. Van de zomersport naar een wintersport. Dus iSpeedway, WK iSpeedway, je moet je elk jaar opnieuw weten te kwalificeren voor het seizoen. En dan heb je 5 WK-wedstrijden op het ijs. Je zijn er 2 wedstrijden zijn nog niet geweest, maar uiteindelijk waren het er zelfs 3. 2 WK-wedstrijden en 1 EK-wedstrijd. En dat waren voor mij eigenlijk wel de belangrijkste wedstrijden, omdat dat wedstrijden waren die thuis waren. Of in de buurt waren. Hey, kijk. Goedenavond. Dan zijn we ook live verbonden met Staphorst. Hey. Evert. We draaien weer. Is alles technisch onder controle? Tot op heden alles onder controle, heren. Dus ik was al even aan het luisteren naar jullie verhalen. Kijk. Hey Jasper, het belangrijkste natuurlijk. Je bent toch nog 17e geworden volgens mij in het iSpeedway seizoen. De eerste 5 waren natuurlijk 5 Russen. Zo werkt dat gewoon. En ik zag dat eigenlijk maar 1 podiumplaats buiten die 5 Russen gepakt was door de Oostenrijker Harald Simon. Hoe lastig is dat? Kan je ooit dat niveau halen van die Russen? Ja, dat denk ik wel. Zeker is dat niveau te halen. Alleen het kost veel tijd en energie en geld en te veel trainingsuren. Maar het is te vergelijken met het Nederlandse schaatsen. De schaatsers in Nederland zijn gewoon ongekend sterk, omdat we er heel veel hebben. En is het dus ook bijna normaal dat je ook in de absolute wereldtop zit met je schaatsers. En dat is hetzelfde als in het ijsbied met de Russen. Je hebt daar zoveel goede Russen, zoveel trainingsmogelijkheden. En dus heb je ook de top die daar wegkomt. Ja, ik zag Ivanov is wereldkampioen geworden. Komitsjevic, Valeev, Kononov en Kolakov. Wat zou jij nou Koltekov kunnen of moeten doen of willen doen? Koltekov, sorry, ja. Wat zou jij willen doen om kunnen doen, moeten doen om in die buurt te komen in het seizoen wat straks weer van start gaat in de winter? Ik moet de techniek nog beter op orde hebben, motorisch gezien. Niet zozeer het motorblok gezien, maar meer alles eromheen. Er moeten 2 meer identieke fietsen komen te staan. En het allerbelangrijkste is, ik moet gewoon rondjes rijden, veel kilometers maken, want het is gewoon echt een totaal andere tak van motorsport. En dat vraagt gewoon kilometers ervaring. Je moet het ijs kunnen lezen en ja, daar ben ik nu nog te ver vanaf. De wereldkampioen Serenius zijn niet voor niets. Je bent minimaal 4 jaar nodig om überhaupt het WK-niveau te kunnen acteren. Nou ja, ik ben net 3 jaar onderweg, dus liggen we dat betreft voor op schema. Ja. En hele als je het zo bekijkt, is het eigenlijk een enorme berg. Als je pas 3 jaar onderweg bent. Ik bedoel, die Ivanov die doet het al sinds dat hij 3 is, denk ik. Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja. Maar goed, je bent heel lang in Rusland geweest. We hebben fantastische reizen van je gezien. Ja, dat moet een heel bijzonder avontuur zijn, dat ijsrace.
Ja, het is echt een totaal andere tak van motorsport. Je bent wat dat betreft, stap je uit in een heel luxe wereldje waar alles geregeld wordt voor je. En wat veel meer om show draait. En je stapt in een wereld wat gewoon eigenlijk ijskoud is. Letterlijk en figuurlijk meer, ijskoud. Ja, letterlijk en figuurlijk. En je red je maar. Je bent zelf je eigen monteur. Tenminste, de meeste coureurs zijn zelf eigen monteur. We hebben er één iemand bij lopen. Nou goed, daar gaat het eigenlijk al mis. Want ik heb twee linkerhanden wat dat betreft. Dus ik ben nog een extra monteur. Maar het is gewoon veel kilometers rijden in je eentje, in je busje. Het is gewoon een totaal andere discipline die van je wordt gevraagd. Maar beleving is ook, ja. Ja, maar word je dan, zeg maar, want het is heel veel Russisch. Je bent heel veel in Rusland ook geweest, heel lang in Rusland geweest trainen. Maar word je dan heel makkelijk in zo'n Russische familie, de IJsspeedway is toch een beetje een Russische familie, denk ik. Word je daar heel makkelijk in opgenomen? Ik weet niet of dat voor iedereen gelijk is, maar voor mij zo voelt het wel. Misschien ligt het ook wel aan dat ik heel erg mijn best doe om ook Russisch te praten. Dan heb je al gauw wel een streepje voor. Ik voel me wel heel erg welkom bij die mensen. En ik krijg wel alle hulp van de Russen die ik nodig zou hebben. Maar en zit het dan is het misschien ook is het misschien ook omdat je iedereen ziet wat jij ervoor moet doen? Want misschien kan ik het een beetje omschrijven, dan weet ik er echt maar een kwart van. Maar jij rijdt in zo'n klein autootje waar je al die Poolse jongens ook in je ziet rijden. Met zo'n doodskist op het dak. En dan heb je een paar vaten met brandstof heb je in je busje staan. Dan ga je idiote afstanden rijden, 5.000, 6.000 kilometer, motor achterin. Elke keer gedonden bij de grens, elke keer alles open, elke keer wachten, elke keer papieren. Het is echt alleen het er komen bij jouw wedstrijden is echt al topsport. En ik denk dat die gasten dat ook zien en dat je daardoor extra waardering ook krijgt. Je bedoelt die Russen zelf? Ja, die Russen zien wat jij ervoor moet doen. Ja, maar dat weten hun natuurlijk ook. Het is voor elke coureur ook hetzelfde wat dat betreft. Elke IJsspeedway coureur gaat dat verhaal aan. Alleen jij moet 5.000, 6.000 kilometer verder rijden. Daar zit niet echt het verschil in. Ja, dan moeten hun ook als Jouw werkafstand is wat langer. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nee, zeker. Ja. Nee, maar okay. Nee, daarin maak je niet het verschil. Je maakt eigenlijk meer het verschil. Je krijgt meer de waardering omdat je echt gewoon de taal probeert te spreken. En dat is ook iets wat ik deze dagen, nu ik iets meer tijd heb, ben ik dat ook aan het onder andere aan het doen. Ik ben aan het Russisch leren. Probeer te schrijven, te spreken. Zo, dat is een klusje. Daar kan ik me iets bij voorstellen, dat dat nog niet zo eenvoudig is. Nee, dus, er zijn heel veel letters die zijn totaal anders. Je hebt een omgekeerde R, dat betekent dan ja. Je hebt een N die in een spiegelbeeld geschreven is, dat is dan een I en de H en een N. Zo. Er zit totaal geen logica in. Ja, oké. Okay. Hé, maar ijsracen. Maar Ivan, zullen we even teruggaan naar Jasper's carrière op het asfalt? Want die loog er ook niet om. Ja, dat is wel allemaal weer een tijd geleden voor mij. Ja, ik zie staan 2007 eerste wildcard, 2009 eerste WK-punten. In totaal 74 WK-punten, 2010 je beste seizoen. Dus ja, het is alweer even geleden, maar ja, goed. Dat was ook een hele ervaring voor Jasper Ivema. Of een hele survival-tocht, kunnen we wel zeggen, die tijd. Ja, zeker. Met hoogtepunten en dieptepunten. En ik denk toch wel een van de mooiste herinneringen. In de 125e zee toen nog, met de RSW. Dat ik daarmee de snelste RSW-rondetijd ooit op as heb kunnen neerzetten. Dat is toch wel, ik denk, een van de mooiste herinneringen aan die tijd. Ja, Ivan, we hadden volgens mij Jasper wat gevraagd. Zijn vijf mooiste... Ja. Je vijf mooiste wedstrijden. Of je vijf mooiste belevenissen qua wedstrijden. Wat Evertal zegt, je hebt natuurlijk een enorme carrière achter de rug. Het zijn niet louter hoogtepunten geweest. En er zullen ook de nodige momenten geweest zijn dat je stuk zat. Je top 5 die je gemaakt hebt, waar begint dat mee?
Nou ja, die begint eigenlijk. Ik heb ze niet op volgorde staan, maar ze staan meer op volgorde van oud naar nieuw. Oké. Okay. Brno. 2010. Ja, logisch. Ja. Maar je weet hem nog. Ja. Nou, nee, ik weet het niet, maar ik heb toevallig alle resultaten doorgekeken. Maar ik meen dat je toen achtste werd, kan dat? Ja, achtste, ja. Ja, maar ik ben twee keer achtste geworden in Brno. Ja. Ja, maar dat was wel een hele bijzondere wedstrijd. Een beetje later. Oei, 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 oei. Ja, sorry, er zit wat vertraging in. Maar oh god, ik ben helemaal niet zo'n feitenman. Dus bij deze, ik ben al gelukkig. Maar vertel, waarom was 2010 voor jou in Brno zo'n bijzondere wedstrijd? Nou, dat was eigenlijk een bijzondere. Die van 2010 dat ik achtste werd, was een bijzondere wedstrijd omdat ik. We stonden met z'n allen op de startingrid. Het was eigenlijk het zou een regenrace gaan worden. En iedereen stond op regenbanden. Inclusief ikzelf. En we hadden de warming-up ronde al gedaan. We stonden dus tijdens dat welbekende kwartiertje op de startingrid te wachten om een bandenkeuze te gaan maken. Iedereen had eigenlijk alsnog gekozen voor de regenbanden, want de complete startfinish was compleet nat. Er was eigenlijk helemaal geen twijfel aan. Toch heb ik had een aantal jongens, fans, had ik zitten aan de andere kant van de baan in Brno. En die hebben toen, terwijl we op de startinggrid stonden, hebben hun opgebeld. Van hoe zijn de condities daar? Ja, helemaal droog, gewoon slik. Dus heb ik op basis daarvan heb ik gekozen voor sliks. Maar we waren al te laat om die keuze te kunnen maken. En toen zei Mirko, dus mijn teambaas, de Italiaanse teambaas, die zei van... je bent te laat, het kan niet meer. Ik zeg, geef niks, we gaan alsnog op sliks. Zet de motor maar in de pits. Dan wisselen we. Anders leek het echt op alsof het echt een totaal verkeerde keuze zou zijn geweest. Lag ik heel ver achter de laatste man. En op een gegeven moment, ja, de baan begon ook in het eerste gedeelte. En het laatste gedeelte ook meer op te drogen. En langzamer mijn tijden sneller. En die van alle anderen die op regenbanden alleen maar langzamer en langzamer. En zo liep ik heel erg hard in. En kwam ik tot aan de laatste ronde. Kwam ik strak achter Marquez over de finish op de achtste plaats. En reed ik rondetijd die 5-6 seconden sneller waren als iedereen om me heen. En had de wedstrijd nog één ronde langer geduurd, dan had ik op het podium gestaan. En had de wedstrijd twee rondes langer geduurd, had ik hem gewonnen. En ja, dat is misschien zuur als je er nu op terugkijkt, maar dan nog, het was gewoon echt een geweldige keuze om als enige die wedstrijd op sliks te vertrekken en dan alsnog op achtste plek finishen. Geweldig man. Ik heb het zelf wel eens andersom gehad, maar dat zal voor jou denk ik ook zo zijn, dat het machtigste gevoel wat je dan hebt, ondanks dat je weet dat het niet helemaal klopt, is dat je al die gasten gewoon voorbij blaast. Dat moet gewoon een geweldig moment geweest zijn voor je. Ja, dat verschil is dan zo groot ook. En het is ook logisch, hè. Ik wil niet zeggen dat iemand anders dan beter is, maar je hebt net een andere keuze gemaakt wat jou in een betere positie verkeert om sneller te gaan. Maar het is natuurlijk geweldig als je 65 seconden sneller als Marquez rijdt. Het is alleen jammer alsof dat je in de langzame groep van de circuitdag bent terechtgekomen. Ja, precies. Ja, tof man. Nee, dus dat is eigenlijk wel echt een van de topherinneringen die ik van die tijd heb. Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Hè? Ook nog een schitterend circuit natuurlijk, met al die fans erbij. Ja, nee, geweldige sfeer. Tsjechië, Brno, dat was altijd letterlijk en figuurlijk feest. En een ontzettend mooie baan. Ik kon er altijd heel goed. Ik heb volgens mij, als ik terugdenk, ik denk dat ik al mijn beste resultaten allemaal op... Brno en Le Mans heb gereden, dus wat dat betreft ook resultaat op basis van de resultaten kwam ik er ook graag. Ja, wat is officieel je beste resultaat? Ik dacht 7e in Frankrijk, Le Mans inderdaad, maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Ja, klopt. Nou, maar goed, zullen we gelijk naar de tweede gaan, Iwan, en dan, daarna zullen we een paar vragen doen, want er komen best wel wat vragen binnen. Dus maar Jasper mag eerst nog een van de vijf momenten, of nummer twee vertellen. Nummer twee ook in 2010.
in Assen tijdens de kwalificatie. Ik vertelde net al heel kort, maar de kwalificatie dat de RSW de snelste rondetijd in 125 heb neergezet en dat ik de race vanaf de zesde plek mocht beginnen. Dat was echt een hoogtepunt. Ja, en hoe ging die race vervolgens, Jasper? Ik sta er zo'n beetje achteruit, dus voordat ik in de eerste bocht lag ik al op de 20e plek. Ja. Maar goed, die kwalificatie... Volgens mij eindigde ik alsnog 12e, geloof ik, eindigde ik. Oh, oké. Zoiets. Okay. Nou goed. Hey, ja, we hebben niet waar je op hoop vanaf de zesde plek staat. Nee. We hebben een paar vragen. Wat is het beste team waar je in je wegracecarrière voor gereden hebt? Is een van de vragen. Zo, goede vraag. En die komt van de speaker van de TT, of de vroegere speaker van TT Ski, Jan de Roor. Oké. Okay. Oh, wow. Het beste team is van Mirko Cecchini. In de 125cc tijd, daar reed ik in 2010. En daar reed ik eigenlijk ook in 2011 bij. Alleen onder een klein beetje een andere constructie, maar met dezelfde teambaas. En Mirko, misschien kun je dat even uitleggen. Mirko is nog steeds actief. Ja, ik zal even uitleggen welk team dat nu is, want dan is het makkelijker te begrijpen. Toen heette het CBC Coves. En op dit moment heet het... Snipers. Hoe heet het eigenlijk? Snipers. Ja, dat is het. Dus, en waarom was dat het beste team? Goede communicatie, duidelijke afspraken, goede monteurs, veel rust. Alles was mogelijk. Dachten echt mee, ook voor de sponsoren. Het was gewoon ook een fijne samenwerking. Zowel op als naast de baan. Voelde het echt als een familie. Ja, maar Mirko is ook echt een familieman. Ik vergelijk hem wel eens met Jan Abbink. Hij is net zo gedreven. En als ik hem nu nog tegenkom in de paddock, dan spreek ik hem nog regelmatig. Maar ja, gewoon met heel weinig heel veel kunnen doen. En dat is gewoon geweldig. Wat dat betreft is het eigenlijk voor mij altijd nog steeds bijna een evenbeeld van Jan Abbink. Ja, nou, ja, de naam toch valt. Een hele goede vergelijking. Ja. Ja, wat is er als de naam nou toch valt? Nou, kijk eens, uiteindelijk kan je niet zeggen Jasper Iwema zonder het niet over Jan Abbink te hebben. Maar ik denk dat jij dat het beste zelf kan vertellen. Nou ja, wat betekent Jan Abbink voor jou? Zonder Jan zou ik natuurlijk nooit in de GP's hebben gereden. En nooit een kans hebben gehad om het hoge niveau ook actief te mogen zijn. Dat begon natuurlijk al toen ik uit de Junior Cup kwam in 2000. Moet ik even nadenken. 2005? 2006, ja. Volgens mij werd ik 2005 kampioen in Nederland. En toen ben ik bij Jan zijn team terechtgekomen in 125cc. En dat hebben we toen 2-3 jaar hebben gereden in het Duits kampioenschap, Nederlands kampioenschap en Spaans kampioenschap. Vervolgens met Jan eigenlijk de overstap gemaakt. Jan was mijn sponsor, mijn manager. Zorgde ervoor dat ik aan het werk kon, eigenlijk alles eromheen. En vervolgens ben ik met Jan bij Racing Team Germany in de WK gekomen in 2009. Oké. Dat is het gekste wat Jan ooit voor jou gedaan heeft. Andere jaren. Met z'n allen. Ja, wat is het gekste wat Jan ooit voor jou gedaan heeft? Want ik ken verhalen en die heeft hij zelf verteld of die vertellen anderen. Maar wat die man allemaal geregeld heeft, ongelooflijk. Ja, poeh, wat is het gekste? Of het duurste, of het moeilijkste, of het belangrijkste, het bijzonderste? Ja, ik denk misschien, ik weet de jaartallen niet meer, maar toen was het echt 1 of 2 weken voordat het seizoen zou beginnen. Werd er in 1 keer de stekker uit het team getrokken. En omdat er eigenlijk gewoon niet de financiële middelen waren en stond in 1 keer met niks. En toen werd er binnen een 2 weken werd er eigenlijk een constructie bedacht, met name door Jan. En volgens mij zat ook Mirko daar weer opnieuw bij betrokken. Ja, dat moet 2011 zijn geweest. En toen hebben ze binnen 2 weken wonderen eigenlijk uit de hoge hoed getoverd.
Geweldig, man. Om mij aan de stad te krijgen in de GP. Ja, ja. En dat was inderdaad een constructie tussen, het team van Mirko en het team van Fontana. Ja, 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 dat was dat, ja. Goed, we hebben nog één vraag. Dit is een vraag van, jammer dat je eigenlijk nooit in de Moto2 hebt gereden. Maar dat is niet helemaal waar. Want je hebt één wedstrijd in Assen op een Moto2 gereden. En dat was ook een heel bijzonder weekend. Niet, alleen dat is eerder een dieptepunt dan een hoogtepunt. De speed up, down up was het toch? Nou ja, het lag niet echt aan de motor, maar meer aan de kilo's die we mee moesten nemen. Ja, maar goed, je ging toen zeg maar dat project in, voor de TT een hele goede test. Alleen toen kwamen de problemen toen jullie in Assen kwamen. En dat zat met name in het gewicht, begreep ik. Dat klopt. Tijdens die test reden we wel met een aantal kilo's erbij. Alleen we konden nog niet gelijk met het aantal kilo's rijden. Waar we ook toe verplicht zouden zijn. Omdat simpelweg niet de mogelijkheid was om 15 kilo aan een motorfiets bij te kunnen plakken. En dat kwam pas in Assen tijdens de wildcard. Was dat de eerste mogelijkheid dat we daarmee konden rijden. En nou ja, als je op een Moto2 fiets rijdt waar zoveel aan getuned is en zo elke gewichtverdeling zo van belang is. En dan kom je aan met 2 emmers water, 15 kilo. En je moet dat daaraan hangen. Ja, dat is gewoon vragen om problemen. Dus achteraf was dat gewoon een project om te mislukken eigenlijk. Ja, want dat Niet dat je dat toen in je pak gedaan hebt. Ja, dat in je pak heb je volgens mij toen allerlei spullen gedaan. Ja, ik had 5 kilo in het pak. En dus het pak dat was niet normaal zo zwaar. Dat hadden we onder andere gedaan met van die plakloodjes die je normaal op de velgen hebben. Om de wielen te balanceren. En dat plaklood had ik op elke protectie. Had ik dan aan de binnenkant van het pak daar op mijn ellebogen, op mijn knieën, op mijn rugprotector. Overal had ik extra kilo's. En dan nog de rest op de motorfiets. Maar, ja, volgens de MotoGP-site weeg jij ook 49 kilo. Of woog je 49 kilo. In die tijd klopt dat. Ja. Is dat nou een voordeel geweest achteraf of een nadeel als je moet kiezen? Een nadeel. En hoezo een nadeel? In het begin was het natuurlijk een voordeel. Hè? Elk kampioenschap waar ik in heb gereden waar je geen extra gewichten mee hoeft te nemen. Dan is het een voordeel, want je bent lichter. Dat is gewoon vermogen. Alleen op het moment dat je 1 of 2, 3 kilo, is het nog steeds een voordeel. Maar op het moment dat je 8 tot 15 kilo ergens bij moet plakken, dan wordt je voordeel een nadeel. Want je bent al kleiner, je hebt al in principe al minder kracht, want je hebt zo'n postuur. En toch moet je niet hetzelfde gewicht aan motor de hoeken in duwen, maar je moet een motor die nog zwaarder is de hoeken in gaan duwen. En dan wordt het in één keer je voordeel wordt een nadeel. Ja, ja, ja. Ja, mag ik vragen wat je nu weegt? 51. Ja, oké, dat is nog steeds redelijk in de buurt, zeg maar. Want je bent nu 30, toch? Ja. Ja, maar hoe is dat met ijsrace dan, Jasper? Is dan het gewicht nu ook in je nadeel? Of heb je er daar zelfs voordeel bij nu? Ik heb een voordeel en een nadeel. Het voordeel is, het nadeel is dat ik veel moeite heb om bij de start echt mijn voorwiel aan de grond te hebben en te houden. Het voordeel daarentegen is, kom ik eenmaal uit de bocht en ik ben op snelheid, ja, dan is het voor mij makkelijker om een hogere snelheid te halen en makkelijker te accelereren, omdat ik gewoon minder kilo's ben en weeg. Ja, ja, ja. En af en toe moet ik wel zeggen, als het heel erg moeilijke omstandigheden zijn, en dat betekent het ijs wat echt heel erg kapot is aan het einde van een wedstrijddag, en dan komen er zulke dikke gaten in en dan merk je eigenlijk dat je juist meer gewicht nodig bent om die spikes echt in het ijs te kunnen duwen. Ja, ja, ja. Dan is op zo'n moment is je gewicht eigenlijk ook een nadeel, want dan kun je wel een paar extra kilo's gebruiken. Ivan, we gaan weer een beetje vergelijkbaar met natte races in de GP's, kan ik me voorstellen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Oh. Want een regenrace in de GP is echt veel meer gevoel en smooth.
En juist op een kapotte ijsbaan is het keihard hakken en breken. Ja, ja, ja. Goed, we gaan weer een paar vragen doen, Iwan, want er komen er best veel binnen. En anders dan komen we straks met de verhalen. En natuurlijk aan het eind het huurauto-verhaal van Jasper in de knoop. Wie is jouw favoriete MotoGP-coureur, Jasper? Dat is ook een van de vragen. Op dit moment? Ja. Jack Miller. En waarom Jack Miller? Ik vind dat, ik denk dat hij een van de meest echte jongens is die daar rondrijdt. Hij doet gewoon hij is gewoon wie die is, laat ik het zo zeggen. En ja, dat vind ik sowieso al mooi om te zien. En voor de rest ontzettend veel gevoel met de motor. Heel veel talent heeft die jongen. En natuurlijk ook omdat je heel wat jaren met hem bent hebt opgetrokken. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Ja. Maar is dat moeilijk om in de GP's te zijn wie je... Oh, sorry, ik heb een beetje vertraging, dus ik ben steeds wat later. Val ik je in de reden. Ja, sorry daarvoor. Is het moeilijk om jezelf te zijn, wat Jack Miller dus doet, maar voor jou ook, in de GP's? Op sommige momenten moet je wel inderdaad heel goed nadenken om wat je doet en wat je laat zien. Omdat je er wat van je verwacht dat je een voorbeeldfunctie hebt voor velen. En als je wint, dan maakt dan alles niet uit wat je doet. Dan wordt het al gauw een keer door de vingers gezien. Maar win je niet, dan is dat het eerste waar mensen naar kijken en een mening over hebben. Om bij Jack Miller als voorbeeld te blijven. Op een gegeven moment was het geen resultaat. En dan werd er gezegd van ja, maar hij feest te veel. En hij doet van die shoeys, deed hij dan. Als je wint, dat je dan uit je blaas aan het drinken bent. En alles was niet goed. Totdat hij op een gegeven moment resultaten haalde. En wordt kampioen met dingen. En dan in één keer, ja, mag alles. Hij mag bovenop op feestjes losgaan. En niks is te gek. Maar omdat hij presteert. En ja, dan zie je wel eens dat mensen niet met zichzelf zijn in die wereld. Nou, wij hebben het daar ook al vaker over gehad. En je hebt natuurlijk heel veel opgetrokken ook met Scott Redding. En Scott had daar ook heel veel moeite mee. Die wilde ook gewoon zichzelf zijn. Ja, hij is ook zo gek als een deur, maar dat terzijde. Maar ja, die had daar heel veel moeite mee, dat te veel poppenkast was. Ja, nou, ik moet ook wel zeggen dat het ook meer en meer is geworden. Er komen steeds meer regeltjes. Regeltjes die heel veel mensen ook niet eens weten. Maar bijvoorbeeld, monteurs mogen geen korte broek meer op de starting grid. Coureurs mogen bepaalde dingen niet meer op Instagram zetten. Of maximaal zoveel posts. Gridgirls mogen niet meer worden natgespoten met champagne. Kijk, zo... Er komt zo'n lijst aan dingetjes die wel en niet mogen. En ja, dan krijg je steeds meer GTSD en voorspelbare dingen. Ja. Ja, en dat is jammer. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk al een hele tijd terug al een beetje begonnen. Kijk, vroeger was het de enige boel gezelligheid in de paddock. S'avonds Moto3 coureurs, Moto2 coureurs en MotoGP coureurs. Ja, de Moto3 coureurs werden er als eerst al uitgebonjourd. Moto2 coureurs staan nu alleen nog campers van de MotoGP coureurs. Ja, het is allemaal wel Sterieler aan het worden. Ja, en dat is ook eigenlijk ergens ook wel begrijpelijk. Hè? Ik bedoel, er gaat steeds meer geld in om en daar waar geld een grote rol speelt, ja, daar worden ook regeltjes bedacht en mensen in controle gebracht. Ja, klopt. En goed, we hebben nog altijd, zo leuk om te zien. Nee, we hebben nog een volgende vraag van. Waarom ben je eigenlijk gestopt als wegracecoureur destijds? En verlang je er nog wel eens naar terug om weer op een wegracer te stappen, zeg maar? Ik ben ermee gestopt omdat op een gegeven moment de kosten zijn hoger dan de inkomsten. En je moet zo'n enorm sponsorbudget bij elkaar zien te krijgen elk jaar. En dat houdt op een gegeven moment een keer op. Als je elke keer net tegen de subtop aan blijft hangen, laten we zeggen
top 15 met een paar top 10 resultaten. Ja, dat is geen toekomst. En wil je nog een extra stap maken, ben je op een gegeven moment nog een beter team nodig. Ben je nog meer afhankelijk van sponsoring. Nou, dat was op een gegeven moment niet meer haalbaar. Dus hebben we er een streep doorgezet. En andere vraag is ook van... Je gaf nog een vraag, toch? Je zei nog iets. Ja, en of je nog wel eens zeg maar zelf op de motor terug zou op een wegracen. Nu weet ik toevallig ergens in Spanje, net voordat de coronavirus uitbraak was, was er nog een test in Spanje. En daar kwam een Iwema op een 600 langs scheuren. Dus je hebt er alweer op gezeten. Of een 300, ja. Of een 300. Ja, een 300. Dat was in principe de eerste keer sinds 5-6 jaar. Er kwam zo'n mogelijkheid met het team waar ik dan teammanager ben, de Stichting Racing Team Drenthe. En we hadden een test in Spanje gepland. En dat was op een gegeven moment, kwamen we eigenlijk testrondjes tekort. En ik zei, nou, ik kan natuurlijk zelf ook gaan rijden. Jaap Hoogveen, die bij ons in het team zit en die de boel aanstuurt in de werkplaats, zei van, nou, is goed eigenlijk, een goed idee. Dus voordat we hij zich kon bedenken, had ik al een pak en een helm en een laser geregeld. Schoenmaat 42, veel te groot, maar dat maakt niet uit. En heb ik mijn rondjes gemaakt en hebben we toch nuttige informatie kunnen verzamelen als test. En het ging niet verkeerd na 5-6 jaar. Nou. Ik kon redelijk meedraaien. Ja, nou hartstikke leuk, want we komen nu gelijk zeg maar op de Pearl Gabber Racing, waar je teammanager voor bent. Want een van de vragen was of je in de toekomst nog met jong talent wilt gaan werken. Maar dat doe je nu eigenlijk al door teammanager te zijn bij het Drentse team. Ja, nou, in principe hebben we natuurlijk daar ook 3 jonge talenten op dit moment rijden. En, op dit moment zijn het Jeff van Kalsteren uit België en 2 Nederlanders, Dion Otten en Ruben Bijman. 2 in de 301 die erbij zaten. Dus ja, de afgelopen 2 jaar ben ik al bezig met jonge jongens te begeleiden, maar dan in de rol als teammanager. Ja. Iwan? De vragen zijn even geweest, maar ik denk dat we nu even weer terug moeten, want Jasper heeft al 2 hoogtepunten uit zijn carrière verteld, maar we hebben er nog 3 te gaan, dus... Ja, dan moeten we even een beetje doorwerken zelfs, Iwema. Hoe lang hebben we nog? Nog 20 minuten. We hebben nog 25 minuten, dus dan komen we 20 minuten. Even is altijd heel streng. De huurauto, hè, die neemt bij Jasper... Ja, daar heb je gelijk in, 20 minuten. Ja. Nee, oké, nummer 3 dan graag. ...2011. Dat had een hoogtepunt moeten zijn. Honketa. Ik stond... ook weer 150 cc. Ook weer in Assen. Ook weer de kwalificatie. En de kwalificatie begon... 1 ronde of 2 rondes hadden we droog. Dus ik stond op de eerste plek. En toen ging het regenen. En toen bleef het regenen. En ik dacht echt, was gewoon overtuigd dat we de pole position zouden hebben. En net in die laatste 5 minuten of 10 minuten werd het weer droog. Dus iedereen ging weer opnieuw naar buiten. En zelfs die rondjes waren opnieuw supergoed. Destijds rode helmpjes, dus zelfs de sectortijd had. En tot aan de GT had ik 3 rode helmpjes. En was ik weer opnieuw op weg naar nummer 1. Maar ging ik onderuit in de GT. Een hele spectaculaire highsider. En dat zorgde ervoor dat ik geen tijd meer had. En dat ik van de eerste plek terugzakte in de laatste 5 minuten naar de laatste plek. Dus van hero naar zero. Kan je nog vertellen waarom je onderuit ging? Was je echt gewoon te hard aan het pushen? Of maakte je een foutje? Of kan je dat nog terughalen? Ik zat net op het witte lijntje. Ja. En hoe kwam net dat? Op het wit lijntje en dan op het gas gaan. En dan, de baan was nog voor een klein gedeelte net nat. Dus dat witte lijntje was net iets te. En daardoor vloog ik eraf. Zonde. Ja. En hoe kwam je op die witte lijn terecht? Ik bedoel, was je echt
Uiteindelijk zal je teruggekeken hebben, ja. Heb je misschien gedacht, ja, ik heb alles geprobeerd of ik was misschien iets te? Ja, het was misschien net iets te, maar dat is lastig als de baancondities zo tricky bijleggen. Het is al een opdrogende baan, dus ja, een gevaar zit al in elke bocht. Ja. Helaas, maar... Goed, toch blijft het wel een hoogtepunt, ondanks dat het resultaat juist een dieptepunt was. Ja, kan ik me voorstellen. Oké, dat jaar was sowieso wel een lastige volgens mij, hè? Dat jaar, ja. Het was niet wat ik ervan verwacht had. 2010 was toen inderdaad heel goed en 2011... viel eigenlijk alles een klein beetje tegen. Veel moeite om met die RSA. Dat was dan het eerste jaar dat ik met die RSA zou gaan rijden. En dat, dat bracht nog wel veel problemen met zich mee. Ik denk dat niet iedereen weet het verschil tussen een RSW en een RSA. Misschien kan jij dat vertellen? Nou ja, bij mij houdt het ook op dat het uitlaat per een onder het kontje zit en de andere aan de zijkant. Ja, maar reed het ook heel anders? Het was het type motor... Ja, de RSA had ook een heel ander frame, ander motorblok. Dat was gewoon een ander model van de Aprilia. En in principe was de RSW altijd al beter, dat was het oude model. Maar omdat er een nieuw model was, moesten ze dat nieuwe model beter gaan maken. En dat hebben ze op een gegeven moment met elektronica en alles gedaan. Dus dat is een heel lang en ingewikkeld verhaal. Maar het kwam erop neer dat de RSW een stuk... het oude type een stuk gebruiksvriendelijker was dan het nieuwe. Ja. Oké, niemand kan zich meer voorstellen dat Aprilia dominant was in de race. Ja, dan kom maar met je vieren. Aprilia was echt heel erg dominant in de 125 en 2,5. Ja, dat waren gouden jaren voor hen. Precies. Mijn vierde. Die zit wel in de iSpeedway. In 2018, eigenlijk nog voordat ik een meter had gereden, tijdens dat EK in Vyatsky Poljani in Rusland, zou ik beginnen aan mijn eerste heat. En ik rijd zo'n trappetje af en daar had je dan, dat is zo'n helling van sneeuw. En dan hadden ze van die houten latjes gemaakt, dat je daar ook omhoog kon lopen. En ik rijd daarvan af en mijn teen van de laars blijft achter zo'n trapsteuntje hangen. En ik rijd vervolgens over mijn eigen voet heen. Dat was gelijk verkeerd. Dat was niet best. En ik zei al tegen een van die monteurs. Ik zei, oh, ik heb mijn voet gebroken. Of mijn enkel gebroken. Dus dit is niet best. Ah joh, valt wel mee. Dat kan toch nooit? Ja, het is wel gebroken, maar maakt niet uit. We trappen weer aan en we gaan weer door. Nou, ik heb doorrijden en... ja, je hebt dus niet één wedstrijd, maar je hebt natuurlijk 5 keer een heat van vier rondjes. En die pijn werd maar meer en meer en meer. En ik kon niet meer. Het was echt gewoon kloten. Maar goed, we moesten nog een dag. Dus ik zat al te twijfelen. Ik zei, zal ik mijn laars aanhouden? Of hoe zou ik dat doen? Want anders, als ik nou de laars uittrek, wordt het zo'n dik ei. En ik wou ook geen mensen vragen, want dan was ik bang dat ik de volgende dag niet aan de start zou kunnen komen. Dus ik heb een van die coureurs gevraagd of die nog een achteraf doktertje hier in de stad wist. En zo kwam ik bij een dokter terecht. En die had er naar gekeken en die zei inderdaad van, ja, dit is gebroken. Ik zei, ja, no shit, Sherlock. dat had ik door. Ja, ik ben gestudeerd. Ik moet iets hebben dat ik toch morgen aan de stad mag staan. Dus hij zei van, nee, ja, je moet in het gips. Ik zei, maar ja, dat kan dus niet, want dan kan ik morgen niet rijden. En dan kwam er met zo'n lullig verbandje. En dan ging dan zo'n lullig verbandje, werd al om mijn enkel heen gewikkeld. En dan zeggen ze van, lig maar even op de buik. En dan kwam zo'n dikke potlood van een spuit achter in de kont. En dat moest dan tegen de pijn, dat je geen pijn had, zijn. En vervolgens zei hij van, hier heb je nog een spuit en die moet je morgen er even in doen. In je kont. Ik zei, maar wie moet dat dan doen?
Ja, er is vast wel iemand die dat kan. Dus een van die, dus een van die coureurs, oud-coureurs, die had het inderdaad vaak genoeg zelf ook gedaan bij zichzelf. En die dus achter, vlak voor de wedstrijd in zo'n Russisch legertentje, hup, broek uit, vooroverbouwen kon. En die wedstrijd gereden. En uiteindelijk reed ik dus met een gebroken enkel naar een vijfde plek. Dus dat was een goed verhaal. Wat een fantastisch verhaal, man. Ja. Zat je ook met die spikes gelijk in je tenen? Want dat, hoe ga je met dat gevaar om van die spikes, joh? Dat is eigenlijk te gek voor woorden, toch? Ja, het is niet te veel aandacht aan geven aan die spikes. Anders, als je weet waar ze toe in staat zijn, dan word je van tevoren al bang. Dus dat is niet de bedoeling. Maar het hoort er een beetje bij. Dat gevaar maakt het ook wel weer spannend en mooi. Ja. Oké, nou, ik gok dat dit soort avonturen in Rusland, dat je daar een boek vol van zou kunnen schrijven ondertussen. Ja, meerdere boeken. Dat is niet zo'n probleem. Ja, pinpassen kwijt bij de douane, paspoorten. Je hebt alles meegemaakt van mij de afgelopen winter. Hè. Ja, portemonnee was een keer gestolen of kwijtgeraakt. Ja. En de grenscontroles, inderdaad, daar sta je makkelijk 12 uur aan de grens. Of vastzitten in de sneeuwstorm, omdat je eigenwijs bent en een andere pad probeert te kiezen, omdat de wegen zijn afgesloten vanwege veel te veel sneeuwstorm. Maar iemand mij die denken, oh, dat moet toch wel andere weggetjes zijn die wel open zijn. En vervolgens rij je inderdaad klem op een ijsheuvel. En sta je midden in de sneeuw waar niemand komt, waar geen telefoonsignaal is. Sta je met zo'n ijspegel aan de neus, sta je jezelf eruit te graven. En komt uiteindelijk een auto aan proberen. Die rijdt zichzelf ook klem en die probeer je eruit te halen met shortbanden. En dan denk je, nou is mijn beurt en vervolgens rijdt iedereen gewoon weer door en sta je er nog weer met lege handen. Wow. Het doet me denken aan de Dakar, joh. Ja, soms is het net op Dakar, hoor. Maar dan ben je 8 uur verder en dan ben je eindelijk weggesleept door een trekker die voorbij kwam, omdat er een strooiwagen zichzelf ook vast weet te rijden. Ja. Maar ben je nooit bang geweest op dat soort momenten? Ik kan me voorstellen, je bent 30 natuurlijk, maar als je zo in Rusland en je rijdt je klem in zo'n sneeuwdinges, Nee, dat is niet zo'n probleem. Nee. Het is wat wel een gedeelte als bangigheid of angst voelt, is soms de grens, omdat je vaak niet weet waar je... Je bent nooit voorbereid op de grens. Er is altijd wel een verrassing. Elke keer is ook anders. En dus dat is wel eigenlijk een spannend moment. Maar het is niet dat ik echt bang ben van, goh, ik weet niet hoe ik hieruit ga komen. Er is altijd wel een oplossing. Ja. En waarschijnlijk met bevroren tenen of... Datzelfde geldt net voordat ik deze kant wel kwam. Want ik had best wel haast, want ik zou dan in één keer doorvliegen naar Spanje. Maar ja, net op de dag dat ik vertrek, is mijn portemonnee weggestolen of kwijtgeraakt in de taxi. Waar was dat? Kijk, dat zijn het op de terugweg. In Rusland nog. Oh, in Rusland nog, ja. Ja, en ik zou dus terug naar Nederland gaan om vanaf hier te gaan vliegen naar Spanje. Nou ja, als je dan in één keer op de reisdag geen portemonnee hebt, dus dat betekent al je bankpassen weg, alle je ID-kaart. Ik had het geluk dat mijn paspoort en mijn rijbewijs, dat die in de bus zelf lagen. Maar ga je geen geld, niks, om eigenlijk deze kant op te komen. Nou ja, ook voor zo'n probleem is er altijd een oplossing. Dus dan praat je met een aantal collega-coureurs. En de een gaf wat roebels mee, de ander een paar euro's. En op die manier kon ik de diesel betalen en deze kant weer oprijden. Ja. Nou, zulke soort palen zijn standaard in ISBB. Ja. Geweldig. Bizar, ja. Hey, we hebben nog één vraag, zie ik hier voorbij komen. Heb je al die races waar je mee gereden hebt, die zijn allemaal verkocht? Of waar zijn die gebleven, is een van de vragen. Je moet door. Ja. Ja, eigenlijk, je koopt eigenlijk nooit een motor. Het is eigenlijk, elk jaar koop je in bij een team en mag je voor dat team gaan rijden. En aan het einde van het jaar... maar niks van jou. Dus ik heb nooit motoren hoeven te verkopen of te kopen. Het is wel zo dat de motoren waar ik mee heb gereden,
Toevallig heeft volgens mij Joop Pauw een van mijn 125 motoren. Ja, klopt. De RSW. Ja. Mijn RSA weet ik niet. Mijn Seal motoren staan allemaal gewoon bij Seal. En de motor 3 motoren. Bij Waan staat ik weet niet waar die motoren staan eigenlijk. Ja. Of die er nog zijn. Ja, en dan gaan we naar de laatste vraag voor dit uurtje. Even kijken. Jurgen van der Goolberg heeft natuurlijk een aantal keren de Dakar gereden. Heb jij nog plannen in die richting om iets in de rally te gaan doen of Dakar te gaan doen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk echt met mijn iSpeedway druk. En dat is ook echt mijn hart ligt, wat ik ook al vanaf jongs af aan volg. Dus voor mij ligt de focus in motorsport op het iSpeedway. Ja, oké. Nou, dan gaan we naar de vijfde, Ivan. Volgens mij hebben we de vier gehad. Ja, klopt. Dat komt u maar met nummer 5 dan, dokter Ivanma. Ja, dan, dat is eigenlijk een heel seizoen. Het is meer het project, het iSpeedway geweest. Ik was klaar in de wegrace. En werd eigenlijk een beetje geadviseerd van, nou, misschien is het nu tijd voor huisje, boompje, beestje. En ik had niet zo heel veel mensen die er zagen zitten dat ik zou gaan iSpeedway rijden. Dat gestuiter en dat gehobbel zou niks voor mij zijn geweest. En toch heb ik dat verhaal aangegaan. En gedurende dat seizoen, ja, in het begin leek het er niet op. Ik twijfelde zelf ook de allereerste keer toen ik op zo'n iSpeedway motor zat. Van shit, jongen, waar ben je eigenlijk aan begonnen? En dat gehobbel en dat gestuiter. En op een gegeven moment gaat het beter en beter gedurende het eerste seizoen. Dat eerste seizoen bestaat eigenlijk maar uit 3 of 4 wedstrijden dan voor mij. En bijna geen trainingsmogelijkheden. En toen kwam ik bij de afsluitende wedstrijd, mijn vierde wedstrijd van het seizoen. In Heerenveen, in de Roelof Thijsbokaal. En al mijn sponsoren van vroeger, vanuit het wegrace, waaronder dus Abink en andere jongens die het lang achter mij hebben gestaan, kwamen daar ook om mijn iSpeedway kunst te bekijken. En het mooie van alles was dan toch dat je, ondanks dat veel mensen er in het begin geen vertrouwen in hadden, na die wedstrijd toch zoiets hadden van, goh, we hebben weer opnieuw kippenvel en geweldig eigenlijk, wat je toch in de iSpeedway ook weet te presteren. En dat, ik denk dat moment is ook een hoogtepunt voor mij. Dat ik toch daarin voor heb gekozen. Wat ik dacht dat goed voelde om te gaan doen. En ondanks dat anderen misschien niet in eerste instantie achter zouden staan. Toch heb ik weten te overtuigen dat het een mooie en goede stap is geweest. Ja. Volgens mij heeft zelfs toen Jan Abink is toen weer ingestapt. Heb ik hem wel eens horen brommen. Ja. Dat hij dacht, ja, ik ga die jongen toch ook wel weer helpen. Dat kon hij toch niet laten. Ja, dat was een van de ommekeren. Ja. En dat was, Jan zei ook van, nou joh, dat gestuiter is niks voor jou, dat hobbel. Dat is wat te klein voor me. Maar later zei Jan toch van, toch wel, had ik niet gedacht. Maar dat, toch wel mooi hoe je het allemaal voor elkaar kreeg. Dus ja, dat is toch wel een mooi compliment wat je kan krijgen. Ja, ja. Nou, ik vind het wel leuk. Want er zijn toch volgens mij wel een paar oude rotten in het vak. De vader van Ricardo Brink is volgens mij redelijk enthousiast. René. Ja, dat is... En die was vroeger. Ja, en die was vroeger was die volgens mij ook altijd al bij het ijsracen. Ik ben zijn naam even kwijt uit IJsselmuiden. Wie was dat toen? Daar was hij ook altijd al bij te springen volgens mij. En volgens mij is hij weer helemaal om nu en weer helemaal into the ice speedway. Ja, hij volgt echt alles. Hij ondersteunt mij ook en hij vindt het allemaal prachtig. En die kan ook echt genieten van de ice speedway sport. Ja, ik hoop eigenlijk dat de sport ook in Nederland wat bekender kan gaan worden. En dat mensen naar Tijalf gaan om ook dit te gaan kijken. Ja, en ik zag in de uitslag dat ook Bart Schaap het goed deed. Maar om heel eerlijk te zijn, had ik nog nooit van Bart Schaap gehoord. Dus er zijn meer Nederlanders die in dat circus meedraaien. Ja, er zijn, de lijst is niet heel lang hoor. Het houdt wel op bij... Bart en zijn broertje Nick en de zoon van van Johnny Tuinstra, Jimmy Tuinstra. Dat zijn, we zijn eigenlijk met z'n drieën, vieren op dit moment de Nederlandse vertegenwoordigers in de iSpeedway sport.
Ja. Okay. Hey Jasper, heb ik nog wel even een andere vraag nog. Scott Redding, hele goede vriend van jou. Veel mee opgetrokken. Ook in zijn MotoGP-tijd was je er nog alle races bij. Volgens mij zit hij nu in Amerika. Heb je nog veel contact met hem? Het is niet, het is anders dan voor die tijd natuurlijk, want dan zie je elkaar zo'n beetje elke dag. Dat is natuurlijk nu niet meer zo, maar we spreken elkaar nog regelmatig en toevallig van de week een paar keer toen zijn vriendin met een goede actie kwam om een deel van zijn pony af te scheren. Toen heb ik hem nog even gesproken. En, dat zijn dan mooie dingen. Maar ja, het is wel anders nu we allebei onze andere weg zijn ingeslagen. Ja. Is hij nu nog op het moment in Amerika, begreep ik, bij zijn vriendin? Ja. Oké. Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden, want ik had hem al een paar keer proberen te bellen. Want ik zou wel leuk vinden als hij een keer bij ons in de uitzending kwam. En misschien kun jij dan ook nog even 10 minuten aanschuiven, Jasper, want volgens mij krijgen we dan de echte verhalen uit de MotoGP te horen. Dus, dat weet ik niet. God kennende. Nee, maar ik probeer hem te bereiken, maar anders hebben we straks... Ik zal hem wel even vragen. Ja, want ik weet zeker ik dat vanmorgen ervoor... Ik zag vanmorgen zijn Instagram live, was hij de nieuwste van Fischer aan het DJ'en in zijn busje. Dus ik denk dat jij toen net belde, want dat ding stond zo knijterhard. Met zijn meisje samen. Nou echt, genieten gewoon weer. Wat een video's die vent maakt, joh. Echt. Ja. Die Instagram live van die kerel is echt gewoon een tv-station op zich. Ja. Nou, maar goed, als jij hem vraagt, ik zeg maar dat ik hem ook nog even ga stalken. Dus dat vinden we wel leuk. Ik had ook nog een vraag, Evert. Daar hebben we nog wel tijd voor, volgens mij. Ja, ik vroeg me af, Jasper, als jij terugkijkt op je wegracejaren, heb jij het idee dat je daar alles uitgehaald hebt... wat je eruit wilde halen? En zou je punten kunnen noemen waarbij je denkt, nou, toen had ik het eigenlijk misschien anders moeten doen? Ik denk niet dat ik het maximale eruit heb gehaald. Ik denk dat er zijn wel een aantal keuzes geweest waarvan ik achteraf denk van, ja, als ik dat anders had gedaan, had mijn carrière ook een totaal andere wending kunnen gaan krijgen. En ik denk dat de meest beslissende verkeerde keuze is geweest dat ik in 2012, toen de Moto3 nieuw kwam, dat ik voor dat Tsjechische team ben gaan rijden. Want dat was eigenlijk een belangrijk moment om jezelf te laten zien in een nieuwe klasse. En om door te breken en om bij goede teams aan te kunnen komen voor eigenlijk niet of weinig geld. En daar heb ik gekozen voor een... misschien, er waren ook niet veel opties, maar ik heb gekozen voor dat. En dat draaide eigenlijk juist uit in een fiasco en was gewoon niet goed. En ik had vaak het idee dat het kwam, zeg maar, dat de overgang van 125 naar Moto3... jou niet lag. Maar achteraf zeg jij misschien dat dat niet eens zo was, maar dat dat meer kwam door je keuze voor een bepaald team. Ja, dat weet ik wel eigenlijk wel zeker. Okay. Ja, dat was gewoon echt... Ik heb het jaar niet eens afgemaakt met het team. FGR was het toch? Ja, het FGR-team. Dat liep gewoon niet. Er waren gewoon echt grote fouten die niet mogen gebeuren op het BK-niveau. En het klopt ook allemaal gewoon niet. Ik wil voor de rest ook niet te veel nu meer met een vinger gaan wijzen. Maar goed, dat liep niet. En ik denk wel dat dat een belangrijke factor voor de rest is geweest. Voor keuzes die daarop volgden. Zou ik ooit wereldkampioen geweest worden? Nou, in die eerlijkheid moet ik wel zeggen, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat er meer in had gezeten dan wat ik tot nu toe heb laten zien. En ik hoop wel dat ik dat gedeelte recht kan zetten in het iSpeedway. En dat ik daar wel mijn dromen en mijn doelen haal om ooit wereldkampioen te worden. Wat heb je daar nu voor nodig? Wat is het belangrijkste wat je nu kan doen om jouw droom op dat vlak na te jagen? Behalve geld. Ah, dat is wel een hele belangrijke. Ja.
Ja, het is gewoon heel simpel. Geld speelt gewoon een belangrijke rol in de motorsport. Los daarvan, wat is belangrijk? Ik denk wel dat ik de stappen die waarvan ik denk dat ik die moet zetten, ben ik ook aan het zetten. Dus wat dat betreft, ja, is dat lastig om daar één ding uit te pikken van wat moet je anders gaan doen. Want ik ben continu bezig met van wat is er nodig om te kunnen winnen. Daar kijk je als sporter de hele tijd naar. Dus je probeert op allerlei gebieden jezelf te verbeteren en de omstandigheden om je heen te verbeteren. Iwan, de huurauto momentje. Ah. We hebben nog 2:30. Dus, Oké, dat is precies genoeg. Jawel, dat red je wel, Jasper. Ja. Dat is, op Twitter heb je maar 2:19, dus daar doen ze het ook. Je beste huurauto-verhaal, Jasper. Graag die ene. Het ene is niet te doen in 2 minuten, dus ik vertel die andere. Heb je weer geluk. Ja. Dat is best wel recent. In Spanje. 2020. we hadden getest met het team met de SCTD. En we hadden 2 huurauto's. En op de terugweg, ik moet even goed nadenken hoe het allemaal precies ging. Maar op de terugweg gaf de auto een motorstoring aan. En ik reed en op een gegeven moment ik zeg van de auto heeft ook bijna geen vermogen meer. Dat ding begint te branden en ik weet niet. Klinkt niet echt goed. En op een gegeven moment kon je inderdaad, ik kon op een gegeven moment niet harder als 50 meer op de snelwegen, 40. En knippenlampjes aan en dat ding begon al te roken en te doen. En het is dat een van de jongens zei van ik moet plassen. Maar anders was ik ook nog gewoon doorgereden ook. En het ding begon te tikken en te tikken en te doen. Langs de kant en iedereen erbij. Er zat geen olie, niks meer in. Alles was kapot. Olie erbij gegooid, 20 liter of zo ging er nog in. toen we door en dat ding alleen maar zwart en rook en blazen dat het ding deed en daarmee geprobeerd terug te komen en met 30 op de snelweg en inderdaad zo sleutels door de brievenbus en, want ze zei nog toen we meenamen you can destroy the car but don't lose the key. Dat vond ik wel een hele goeie. Je hebt aan de afspraken voldaan. Ja, geweldig. Ja, dus die sleutel ging netjes in de box. En uiteindelijk konden wij er niks aan doen. Maar die auto was gewoon echt naar de kloten. Ja, ja. Gold car zeker. Ja, precies. Jasper. Ja, volgens mij wel. Ja, 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 dat moet super, wel. Ja. Bedankt Jasper voor je tijd en voor je prachtige verhalen. Iwan ook bedankt. Dit was het weer voor vanavond. We zijn er aanstaande donderdag terug, weer met een nieuwe uitzending. Wie we dan in de uitzending hebben is nog een kleine verrassing, maar wees donderdag van de partij, want het wordt ongetwijfeld weer net zo leuk als de voorgaande keren. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Laat gerust een berichtje achter op Facebook of op ons YouTube kanaal met een duimpje of een like. Wij vinden het geweldig. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer. Ciao, mannen. Ciao.